als ik zeg maar op school faalde, dan faalde ik als mens ook. Iedereen is continu online, weet continu wat er gaande is met hun vrienden. Je moet zo'n grote leuke groep vrienden hebben, je moet dat en dat presteren, die en die reizen maken. Ze hebben echt het gevoel, voor mij 10 anderen. In ons onderzoek zien we dat 2/3 van de jongeren last heeft van stress over hun school of over studie. Ik zag dan constant lachende profielfoto's, iedereen die maar gelukkiger leek.